Marcel, ik ben er helemaal klaar voor om naar jou te komen morgen naar Villa van Tilt. Het was niet evident de voorbije dagen, want ik heb een beetje last gehad van mijn voet. Maar Kim Kleister had getwitterd dat ik daar veel ijs moest opleggen en dat heb ik altijd in huis. Dus daar heb ik voor gezorgd. Dus dat is al wat beter. Ik heb mijn paraplu voorzien, want het zou gaan regenen in West-Vlaanderen morgen in de namiddag in de avond. Het was niet ideaal, dus de paraplu gaat mee. Ik heb mijn route goed uitgewerkt. Voilà, zo ga ik gaan morgen. 38 kilometer. En mijn schoenen zijn helemaal klaar, opgeblonken, helemaal ready om mij 38 kilometer te dragen van het Q Beach House, waar ik vertrek rond 1 uur half 2 morgenmiddag. Met de bedoeling om morgenavond tijdens Villa van Tilt binnen te wandelen. Rond 9:30 zal dat ongeveer zijn. Als mensen tussendoor willen supporteren, van harte welkom. Als ze mij doping willen aanbieden, ga uw gang. En ik beloof om te twitteren en te facebooken onderweg, zodat mensen kunnen volgen hoe mijn Calvari-tocht naar Roeselare precies verloopt. Beetje duimen en Marcel, tot morgen!